Zo, we komen even bij een oud stekkie aan. Waar we eind vorig jaar ook hebben gezeten. Waar we de serie hebben gehad. Ik geloof die 24 kilo gevangen zoiets. Toen zaten we op deze barrage. Alleen dan een meter of 10 beneden. Maar het water staat nu maximaal hoog. Ik heb het hier nog nooit zo hoog gezien. En ik kom hier al een tijdje. Op dit water. Maar dit is bizar hoog nu. Hij staat helemaal vol. Het water. Ene kant is wel fijn dat je precies weet waar de Tulutje voor ligt. Want dat is normaal droog. Dus je weet precies waar dat is. Aan de andere kant is het wel moeilijk om vis te zoeken natuurlijk dan. Want die vis heeft veel meer ruimte. We gaan even een rondje doen hier. Ik weet niet of dat jullie de laatste film van ons in Frankrijk kunnen herinneren. Maar toen liepen we dus van dit trappetje helemaal naar beneden. En wat nu ergens hier onder water is, sliepen we dus met de stretchers. En dan hadden we nog een stukje naar beneden. Waar we de vis vingen. Wat een bak, mensen. Dit is niet normaal hoeveel water nu staat. Even scherp. Hallo, gaat het nog scherp? Maar wil niet scherp. Focus. Telefoon is in paniek. Kijk, scherp. Maar er staat flink veel meer water als dat er dus de laatste keer hier waren. Bizar als je zo'n gezicht ziet. Want dit is de enige trapje wat nog over is. Ja. Maf. Maar we gaan wel even kijken bij een ander water hier verderop. Of dat het daar niet te druk is of wat dan ook. En hoe hoog het water daar staat, want dat is altijd hier een verrassing. Dit zijn gewoon grote reservoirs, die laten ze eens in de zoveel tijd helemaal vollopen. Zodat ze het water kunnen bewaren. En dan als ze het nodig hebben in het kanaal hier verderop om de boten op peil te houden, zeg maar. De diepte voor de boten te houden. Als het kanaal een beetje... Hoe moet ik dit uitleggen, mensen? Hoor je het? Een beetje... Ja, als het kanaal gaat zakken door de droogte of iets. Dan laten ze die reservoirs hier allemaal langzaam leeglopen in het kanaal. Zodat het kanaal op peil blijft voor de boten. Ik hoop dat ik het een beetje zo goed heb uitgelegd. Maar dat is dus de reden waarvoor het de ene keer verschrikkelijk laag is. En de andere keer, net als nu, verschrikkelijk vol is. Dus we gaan even bij de andere reservoirs kijken hoe het daar eruit ziet. Zo, goeie nacht mensen. We zijn op het water aangekomen. Er is één hoek wat nog vrij is. Het was tricky, want in het donker moesten we een stukje afgrond hier naar beneden. Met de bus. En dat scheelde een centimeter of we gingen hier een complete refrein in met de bus. S'nachts. En ik stapte uit en ik pleurde zo die refrein in. Dus ik moest hangen aan mijn deur. Best tricky hier ook. Maar we hebben het overleefd. Het is nu 11:45 en we mogen toch niet nachtvissen. Hier zo dus. De controleur kwam toevallig net ook. Want we kwamen net twee jongens aan de overkant. Twee Hollandse jongens. Hartstikke gezellig. Toffe gasten. We hebben even meegepraat. Praatje pot was gewoon gezellig dus. Daardoor is het ook een beetje zo laat geworden. Maar daar kwam toevallig ook de controleur. En die was ook heel relaxed. Dus die vertelde gelijk wat je wel en niet hier mag. Dat is altijd handig om te weten. Ik heb hier veel vaker gevist. Dus ik weet wel wat je wel en niet mag. Maar het is toch wel handig. Wat gaan we nu doen? Het is een beetje zeer koud. Het zou hier 4 graden worden geloof ik vannacht. Het was net heel erg mistig, nu is het een beetje opgetrokken, maar het druppelt ook af en toe, dus het kan ook regenvallen, dus wat gaan we doen? Snel mogelijk een tentje opzetten, stretches erin, en dan gaan we kijken of we hier 2 nachten en 3 dagen een beetje kunnen gaan vertoeven. S'nachts mogen we niet vissen, maar overdag wel. En dan hopelijk komt het op het einde dus goed. We gaan ons best doen, maar in ieder geval wel trusten en tot morgen alvast. Zo, goedemorgen mensen, daar zijn we weer. We hebben aardig lekker geslapen. Een uurtje geleden mochten we hier al vissen. Maar ja, dat was heel erg mistig. En een beetje uitslapen in de wildtrekken. Het is wel heel koud nu, echt heel koud. Nog maar 4 graden met mist. De mist begint langzaam op te trekken nu. Dus we gaan snel hengeltjes pakken. We mogen hier allebei met 4 hengels. Dus we gaan 4 hengels ook klaarmaken. En we gaan hier in een gedeelte, ondiep gedeelte zitten. Waar wel verschrikkelijk veel obstakels zitten. Aan de andere kant vinden we dat ook weer fijn, want dit is een heel erg zwaar bevist watertje.
Er zit een dressuur op waar je u tegen zegt. En we denken dat vanmiddag wordt een beetje lekkerder weer. Dus we hopen en denken dat de vis hier een beetje het ondiepe intrekt, de obstakels in. En dat is juist de plek waar de minste mensen durven te vissen. Want ja, je verspilt gewoon een hoop. Dat zijn we zelf ook al in het verleden ook al achtergekomen. Maar we gaan dikke snackleaders voorbinden. En kijken hoe het uitpakt. Dus op, snel de hengels pakken. Zo, mijn hengels liggen weer spot on. Hier een setje, twee strak tegen de overkant. En hier nog een klein setje. Eentje midden. En de tweede gaat ook ongeveer op 2/3. Twee verschillende bolies, niet veel bijgevoerd omdat er heel veel gevist hier wordt. En ja, de meesten die hier komen nemen voorbeeld aan Niels Stra, waardoor we hier eerder een hele sterfte hebben gehad, jammer genoeg, van een paar topvissen. Die gooiden, stortte het helemaal vol met tijgenoten. Hij was alleen even vergeten dat die dingen moet koken. Ja, en als je dan voor een tijgenotenmerk vist, ben je goed bezig, jongen. Maar dat is maar een voorbeeld. Er zijn er heel veel die hier aankomen en gelijk denken dat ze het helemaal vol moeten storten met voer. Dus daar vervoeren wij heel weinig. Een handje of twee handjes al maximaal per stek. Beetje compact, maar wat je compact noemt, op 2x2 meter zeg maar, gooien we het een beetje met een werppijp boven de stek. En dat moet dat gaan doen, mensen. Laten we hopen dat het gaat werken. En dat het op het einde goed komt en er nog een dikke bak uitkomt, want daar zitten we wel een beetje op te wachten nog. We hebben wel veel vis gevangen, maar nog geen echt dikke bak. Kijk, Mano is de boot de afwas doen. Beetje water koken, beetje afwasmiddel en een afwasborsteltje. Doet wonderen blijkbaar. Blijkbaar. Ja, wat moet je anders, jongens? We hebben maar zeer weinig beet. Gaan we lekker eten, vanmiddag eten. Zo, we zijn alweer een paar uur. Jezus, wat staat mijn pet, joh. We zijn alweer een paar uurtjes verder. We zitten al ruim in de middag. We hebben vanochtend even hengels aangelegd. Toen zijn we weer gewoon gaan slapen, want dat hadden we blijkbaar heel erg nodig. Zeer weinig slaap gehad natuurlijk deze week. Ondertussen heeft vanochtend de overbuurjongen heeft een goede mooie vis gevangen. Waar we ook op hopen eigenlijk. Ik vind het tof voor hem. Dat hij want het is geen makkelijke omstandigheden in dit geval. Er staat een goede warme zon ineens. Dus we hadden gehoopt eigenlijk met deze zon dat ze wel op het ondiepe zouden komen. Maar er is niks te zien, geen piepje, helemaal niks. En wat ik gisteren ook al vertelde, het is een gigantisch moeilijk water met verschrikkelijk veel dressuur. Er zit altijd wel 5-6 man minimaal hier per dag te vissen. Dus het is geen makkelijk water. Dus ik vind het fantastisch dat die jongens daar in ieder geval wel een dikke vis hebben gevangen. Dat er wel mooi uit is gekomen. Maar wij hopen er ook nog op. We gaan in ieder geval nu even lekker eten. Middag eten, cordon bleus. Ik weet niet of dat het kennen zien. En dat als middag eten, hè? Ja, we nemen het ervan. En dan gaan we nog even proberen. We wisten dat we hier niet veel kans maakten op veel vis. Maar als er één hebben, dan zou het wel mooi kunnen zijn. Dus. En dan gaan we even zinnen wat we na dit water weer gaan doen. In ieder geval nu even lekker eten. Zo, net lekker een cordon bleutje op. Als middageten, mensen, ja lekker. Je moet er wel eens van nemen. En voorlopig zitten we nog steeds... Zonder piepjes, ja, af en toe is een piepje door de wind, omdat ik echt hele slappe lijnen gebruik nu. Pardon, maar verder weinig. We gaan even kijken wat we doen. We gaan nu nog even weg blijven branden in de zon, want die staat vol hierop. En we zitten in deze hoek echt helemaal uit de wind. Op het water staat wind, maar hier niet. Dus we gaan nog even wegbranden. Rond avondeten gaan we even kijken wat we gaan doen. Eigenlijk mogen we hier niet nachtvissen, mensen. Ik zeg het keihard. Maar ik zit er keihard aan twijfel om toch stiekem een keertje te proberen. En dan de boete voor lief te nemen hier ook. Ik raad het wel iedereen af, maar ik twijfel keihard. Want ik wil gewoon zo graag nog een dikke bak. Maar is het vandaag niks? Of morgenochtend nog niks of iets? Dan... we hebben heel veel teken hier, echt heel veel. Ik geloof ik al de vierde of de vijfde die we nu weer zien.
En nu zit hij in zijn waadpak zelfs, dus. Maar is het mooi gerikst, dan gaan we weer naar volgend water zoeken. Zo, ik kreeg ineens eindelijk een piepjes of ja, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar het leek op een runnetje. Ze rennen naar beneden, maar toen stopte het ermee. Hier lag de linker wel slap bij, maar er zien ook geen vogels op de stek of zo, dus niet, volgens mij is het niet gedoken of zo. Maar het gaat niet meer verder, jammer genoeg. Misschien een goede lijn zwemmen weer, dat hij om de stek heen zit, dat hij het lijntje even meenam, want er zijn hele slappe lijnen. Ze lijken straks staan, maar ze staan echt slap. Oh, dat zou ik natuurlijk niet weten. Dus ik denk dat we weer terug gaan naar het boekie. Het is nogal een wandeling zo recht naar boven. Als je weinig hebt gegeten en het zo warm is. Maar we zitten echt lekker in het kampement, jongens. We zitten eigenlijk een beetje chillen een keertje deze week. Ja. Dus we nemen het er even van. Hij zit de series te kijken, ik zit mijn boekie te lezen. Heerlijk zo'n dagje eigenlijk. Even tussendoor. Heel veel teken dat wel. Ja, we hebben heel veel teken gevonden al, ja. Dus om de uur zit er wel tekencheck te doen. Moet je van mijn ballen kijken? Nee. Oh. Nee, ik heb niet zoveel tijd om te zoeken. Ah, oké. Zo, ondertussen zijn we alweer tegen de avond al rond, wat is het, 19:30 loopt nu? 19:15. 19:15. Mano zit zo op zijn koffietje te maken. En de hengels zijn angstig stilgebleven vandaag allemaal. Dat is wel jammer. Soms gaat het in deze hoek goed los en soms heb je helemaal niks. Ja, we hebben een paar keer piepjes van meerkoeten die op het gemakje aan het duiken zijn. Maar ja, het is niet anders. Of het is niet anders. We gaan ons klaarmaken met de avondeten en dan gaan we eens kijken wat we gaan doen. In ieder geval heerlijk kunnen slapen vanavond, denk ik. Zo, we wilden eigenlijk eten gaan maken, maar ik dacht, ga even met de drone omhoog. En we zien aan de andere kant dat er wat vissen liggen. Ik heb eerst even die jongen gebeld die aan de overkant zit, iets verderop. Ja, of dat ik hun niet in de weg gaat zitten. Nou, hun vonden het goed, ik zit hun gelukkig niet in de weg. Dus we gaan nu hier ook een hele snelle klus proberen te klaren. Alles inpakken, alles in de bus rotten en zo snel mogelijk naar de overkant. In de hoop dat we daar nog een visje kunnen vangen vannacht of morgen. Ik ben nou al kapot, ik heb al zoveel zitten sjouwen. Maar we gaan ons best doen, tot dadelijk weer. Zo mensen, snelle actie is het zeker, ik ben er kapot van. Voor mij zweet ik zelfs, schat. Damme, doen mensen dat? Ja, ik ook wel eens. Maar het is zeker een snelle actie geweest. Ze zijn binnen een half uur daar alles opgeruimd. En hier ook. In ieder geval allebei twee hengels ingegooid. Dus we zitten ook met twee hengels te vissen. En onze shelter en tentje, die staan alweer met stretcher en al helemaal klaar. Ja, dit is wel een snelle actie. Het wordt nu heel goed schemerig. Dus het zal niet lang meer duren dat het mag om te vissen. Maar we gaan, ja, we zitten echt keihard twijfel om toch nat te wissen, dus. Dan nemen we maar een bekende boete voor lief. Toch, we gaan het eens even aankijken. Maar in ieder geval, we moeten ook nog eten, dus dat gaan we even nu doen. En dan gaan we het dadelijk allemaal aankijken. Tot dadelijk weer. Zo, goedenavond, laat mensen. We hebben lekker gegeten, alles staat klaar om lekker te slapen dadelijk. Maar we hebben hele relaxte buren. Hollandse jongens. Dus we gaan even chillen bij hun, even gezellig een half uurtje. Kijk. Het wordt wel koud. Oh, kijk eens even lekker, Mano, versie. Ah. Oeh. Maar het is 50 meter verderop, dus mijn Engels kennen die twee in ons laat nog stiekem even liggen. En dan kan ik daar nog steeds beslissen wat ik dadelijk ga doen. In ieder geval, verder ga ik niet meer filmen. Dus als ik wat vis of als ik ga vissen vannacht en ik heb vis, dan zie je jullie morgenochtend. En anders zien jullie me morgenochtend sowieso met een verrotte kop. Dus tot morgen. Zo, goedemorgen mensen. Daar zijn we weer. Het is lekker, het is weer licht aan het worden. De camera lijkt het lichter als dat het al is, maar ik heb mijn drie hengels al uitgelegd, want eentje was ik mijn spulletjes kwijt van geraakt.
gisteravond. Dus dan ga ik even opnieuw optuigen, een nieuwe chotje eraan. En dan gaan we vandaag weer beginnen. Het is vannacht aardig koud geweest. Heel erg koud zelfs, kijk maar. Er is het, zelfs, het heeft zelfs een beetje heel erg gevroren. Nou ja, dan kan je wel voorstellen dat in het tentje of in mijn sheltertje ook niet echt warm is geweest. Maar we gaan weer even alles opnieuw ingooien. Tenminste, drie engels heb ik al ingegooid. Het shotje ga ik even snel maken, die ga ik ook ingooien. Zelfs de cameralens beslaat mensen. Oh. Zo, vannacht heb ik ook, was ik even vergeten, van mijn twee engels te laten liggen. Wel singlebait, niks bijgevoerd gisteren, omdat die vis hier een beetje voor is wat. En misschien levert het wat op. Maar de meeste mensen die hier al wel eens vissen, die weten dat, ja, dat het wel echt niet echt een nachtwater is, meer een dagwater. Ik heb het wel vaker hier stiekem geprobeerd. Maar het heeft me heel, heel weinig opgeleverd. Hopelijk komt deze ochtend nou een visje eruit, want we doen ons best. En dan mogen we ook wel eens beloond worden, vind ik. Ik ga het snel mijn chop maken en dan kan ik snel even mijn bed weer in, want het is echt best wel heel erg koud, mensen. Zo mensen, we zijn weer een paar uurtjes verder. Het zonnetje begint goed door te komen, er staat een heel koud windje alleen. Wel goed deze kant op, maar nog steeds geen piepje, geen stootje, helemaal niks. Het is een beetje bar en boos, mensen. Ik ben even met de drone omhoog geweest, zie ook heel weinig op dit moment, ook door de golven. Ik heb mijn spullen een beetje verspreid neergelegd in het zonnetje, die kunnen die in ieder geval drogen. Want vannacht is aardig alles aardig vochtig geworden. Dus ik denk dat we vandaag maar gaan wachten tot alles droog is en dan kunnen we inpakken. En dan gaan we maar eens kijken wat we gaan doen, want ja, het wil niet lukken bij ons dit keer hier op dit water, jammer genoeg. Bij de buren die hadden gisteren wat mooie vis, ik weet niet of dat ze vandaag wat hebben. We gaan dadelijk eens even gezellig chillen bij de buren, dan kunnen we het horen. Gisteravond was het al heel laat, dus we konden niet, we wilden allemaal slapen eigenlijk. Dus. Maar ja, we gaan het nog even een paar uurtjes proberen, maar het, ja, de uurtjes stikken goed weg voor dit water, laten we het zo zeggen. We gaan eens kijken wat we allemaal gaan doen. Het enige wat we hier veel zien is nu de meerkoeter die met z'n allen één grote knokpartij ervan maken. Met 2, 4, 6, 8, 12 meerkoeten die allemaal tegen elkaar aan het vechten zijn. Dat is nog een sensatie. Maar dat is ook de enige sensatie die we meemaken hier vandaag. Even nog een paar uurtjes. Zo, nou, we hebben een paar uurtjes weg geprobeerd. Het is nu rond 3 uur 's middags. Geen piepie, net wel, maar dat dachten we, ik denk dat de lijn zwemmer is geweest. Vanochtend ben ik hier even met drone overheen gegaan. Ik heb één vis gezien in deze hele regio. Wel een dikke toevallig, maar ja. De buurman is net met de drone eroverheen gegaan. We hebben een heel klein visje gezien. In deze hoek en verder helemaal niks. Dus, het gaat hem niet worden hier, hoor. Wij pakken de spullen in. We gaan even kijken wat we gaan doen. We gaan even bij twee watertjes sowieso even kijken, terugweg. Kunnen we daar vissen of willen we daar vissen, dan gaan we daar. Is het dan niks, dan is het waarschijnlijk de vakantie over. Maar we gaan even kijken wat we gaan doen nog. Dus nu snel even alles ordenen en in de bus gooien. Nou, alles is weer in de bus. Zo, Mano is de laatste engeltjes nog aan het pakken. Maar ja, vorige keer hadden we flink veel runs. Een keer daarvoor op de filmstand. Had ik hier al een paar grote mooie vissen. Maar het kan niet altijd feest zijn, nu hebben we niks. Buurman zich goed te vangen. Dat gebeurt hier ook niet zoveel. Het is best wel dressuur, wat ik al eerder heb verteld. Maar wij blijven niet zo lang op een stek. Dus we gaan nu starten en dan gaan we kijken wat we gaan doen. Of dat we nog ergens heen gaan. Ander water bekijken gaan we sowieso. Maar we gaan eerst even kijken of we een douchies kunnen scoren. En dan zien we wel weer verder. Dus tot dadelijk weer, mensen. Zo, we gaan lekker. We hebben de camping hier verderop gevonden. Dus, ik denk het. Ja. Vanaf de camping kennen we stiekem, via de zijkant kennen we het op. Tenminste, dat zo gaan we net. We hebben even douchepulletjes in een rugtasje gedaan. Zo'n pootkraag hier. Ja. En we gaan hier even lekker douchen stiekem. Zolang je heel normaal loopt hier, alsof dat je hier ook gewoon staat. Dan heeft ook niemand door dat je van buitenaf komt, joh. Dan kun je altijd meestal op een campings game meestal ook lekker doen. En daar zijn we dan. Zo, we zijn lekker weer opgefrist.
stiekem even de camping opgegaan. Terugweg kun je gewoon met alles in je klaar wil lopen. Want ja, wat willen ze doen dan? Je de camping weer afgooien als je al gedoet bent. We zijn weer geleegd. Betere geuren. Te doen hoor. Nou, gaan we. Ja, het is al aardig laat in de middag alweer. Nu al, de tijd vliegt altijd. Maar ja. We gaan even wat water langs en we gaan even kijken wat we gaan doen. Dus misschien tot dadelijk. Zo, we zijn op het water waar we het over hadden om nog even een nachtje of twee of zo te gaan zitten. Hier mag je aan de open kant mag je nachten. Aan deze kant dan zo niet. Maar het water staat bizar hoog. Zo hoog hebben wij het hier nog nooit gezien. De kant waar je normaal mag nachten, kun je nu ook niet zitten, want het staat allemaal onder water nu. Nou kun je normaal wel gaan zoeken naar de vis. Maar als hier ook, we weten dat hier niet veel vis zit, maar wel mooie en grote. En normaal als het laag water of een normale waterstand hebt, okay, dan heb je 100 vissen op 40 hectare, laten we zo zeggen. En nu hebben we diezelfde 100 vissen. 140 hectare. En wat diepere stukken dus. Ja, dat heeft eigenlijk geen zin, of tenminste niet voor ons. Kijk, als je hier een week zit, dan kun je het doen, maar ja, wij doen daar niet aan. Wij doen meestal 1 of 2 dagen vissen en dan gaan we weer verder. Dus voor ons heeft het totaal geen zin om hier nu te gaan vissen. We kunnen beter verder gaan zoeken. Het wordt wel laat, dus... En de wind staat hierheen, hè? Stank, jong. Maar ja, dit is even een domper, mensen. We gaan even kijken wat we hierna gaan doen. Maar ik denk dat het... deze trip iets sneller voorbij dan dat de bedoeling was. Maar ja, ondertussen zijn we al 2 weken bijna weg. Ja. Maar we gaan nog even rondkijken. We gaan even bij andere water kijken. Maar eer dat we daar zijn, zal het al donker zijn. Dus we gaan het even kijken. Even avonturen nog. We hadden een heel gruwelijk water gevonden. We hebben geen idee waar we zijn hoor. Maar Google Maps waren we dit. En heel mooi. Het enige jammer is dat bordje. Property privé. Zeer jammer, want hier wilden we wel even een nachtje vissen. Dus wat gaan we nu doen? Geen idee, we gaan weer verder zoeken. Ja, het wordt wel heel laat nu, maar we gaan even kijken. We zagen een mooi water op de kaart. Dus we dachten, nou, dan kunnen we misschien wel een mooi nachtje vissen. We zagen dat het Lac de Orient heet. Dus we gingen even kijken. Wat een binnenzee is dit, mensen. Die anker. Heel ja, heftig. Dit is voor ons ook een beetje te heftig. We heten geen Mark Hofman. Nou, maar echt diep respect voor mensen die hier vissen. En de vis weten te vangen. Wat een bizar groot water, mensen. We dachten even voor een nachtje kunnen we even slapen, even hengeltjes uitgooien. Zelfs daar op de groot voor je. Maar dit is voor ons toch wel een beetje te heftig. Oh. Ja, dit gaat hem niet worden, mensen. Maar wat een bizar groot mooi water. Hier gaan ze gewoon op stap met de kat. Al een lijntje. Prachtig. Op stap met de kat. Goeienacht, mensen. We zijn aangekomen op het watertje, het laatste watertje waar we even nog even een nacht willen slapen. Het is 12:30 s'nachts. Lekker tijd. En we zijn hier verschrikkelijk veel auto's en tenten al tegengekomen. Dus we kunnen niet te veel doen, want we weten niet waar iedereen ligt natuurlijk. We gaan stretchen hier langs de wagen neerpleuren en dan gooi je even 2 hengeltjes hier voor de kant en klaar. En dan kunnen we even nog een paar uur vissen. Uiteindelijk komt het altijd goed, zeggen ze, maar bij ons zal het vast wel niet. Maar dan kunnen we in ieder geval slapen, want we zijn doodmoe. Het zal vast wel trusten. Tot morgenochtend. Zo, even 2 hengeltjes ingegooid. Ik merkte al dat er 4 stond. Dus ik heb een tijgenootje uitgebalanceerd gemaakt. En de rechterhengel en de linkerhengel heb ik een chotje gemaakt, of snel. En die heb ik gewoon... een meter of 20 uit de kant gegooid. Rechtdoor, want het is Frankrijk natuurlijk, mag je alleen maar recht voor je hengels vissen. Dus, Zo, goedemorgen mensen. We zijn heerlijk wakker geworden. Op het water waar we middernacht aangekomen zijn.
Ik zie wel dat er heel veel vissen zitten. Gisteren zagen we al aardig wat, maar het is echt tent aan tent aan tent nu, zeg maar, naar de camping. Ik zie dat er heel veel wieren hier staat. Ja, dat hebben we vannacht allemaal niet kunnen zien natuurlijk. Wat ga ik doen? Ik ga even met de drone omhoog. Vannacht heb ik wel wat piepjes hier en daar gehad, meer lijnzwemmers leken het wel, maar... Ja, ik was zo diep gekomen eigenlijk dat ik het een beetje leek of dat ik het droomde, zeg maar. We gaan even met de drone omhoog. In de hoek hier ook, die is net weg, diegene. Dus we hebben eigenlijk een hoekje even voor onszelf. En we gaan even kijken of dat we wat vis kunnen zien. En dan gaan we beslissen wat we gaan doen voor vandaag. Dus jullie gaan de dronebeelden zien. Het is wel heerlijk. Balkoor is ook mooi, hè. Die trekt een beetje weg, maar daar staat nog aardig mist op het water. Hartstikke mooi. Maar ja, daar doen we niet voor. Zo, we zijn even met de drone hier omhoog gegaan. En we zien de bodem bijna overal wel goed. Dus de ene onderstroming en net over het midden, daar zijn heel veel stofwolken. Maar verder zie je het overal goed. Ik heb één heel klein visje gezien op het strand, aan de overkant. En verder heb ik helemaal geen enkele vis gezien. Geen vis van formaat die je op de drone kan zien. Ik ben ook even over het kanaaltje hierheen gegaan. Daar ligt Mano ook in. Daar heb ik ook niks kunnen zien. Dus of de vis zit aan de andere kant van het water. Of ik weet niet waar, maar niet hier in ieder geval. Weggerend. Dus ik denk dat we dadelijk even de spullen gaan pakken. En dan gaan we begin van het kanaaltje gaan we nog even vliegen. Misschien dat we daar wat kunnen zien. Zien we dan niks. Dan is denk ik deze vakantie voor ons nu een keer afgelopen. We gaan nog een nachtje poddersloot. Hè? Gaan nog een nachtje poddersloot. Poddersloot in Nederland. Ja, ik denk dat we nog wel even een toeristisch dingetje lekker gaan doen. Dat doen we meestal een beetje als afsluiting. En in België denk ik ergens gaan we met toeristisch spelen. Maar dat gaan we dadelijk eens zien. Nu gaan we denk ik even de spullen alleen nog even laten drogen. Want de schrout is nog een beetje nat van vannacht door de vocht. En dat was dat een. Dus tot dadelijk bij het toeristische gedeelte denk ik. Of bij het opruimen of ik weet niet. Maar tot dadelijk weer. Heel wel de haat, hè. Dan is het wel mooi als je hier een baby snoekie ziet. Even kijken hoor. Daar wat zonnebaarsjes. Heel mooi hoor. Zo, we zijn er klaar mee. We gaan spullen pakken in de autotieven. Even in het begin even nog even met de drone kijken. En dan gaan we even toeristen spelen. Het was een heerlijke vakantie al. Maar vandaag gaan we er ook nog een leuk dagje van maken. Heerlijk! Wat een roadtrip. En dat als zwervers in Frankrijk, hé. Zo. Wij gaan toerist spelen in België. Ja. Waar gaan we heen? Iets met grotten. Iets met grotten. Romano is nog nooit in een grot geweest. Ik ben in een grot geweest. Ja, wat voor? Niet met stalactieten en stalagmieten. Ja, zeg het maar. Jij wil gewoon stalactieten pikken. Zeg het maar. Jij wil gewoon weer stelen. Ik heb wel een souvenir. Wil je een souvenir zien? Hij moest en zou wat meenemen uit Frankrijk. Dus hij heeft de pion van de snelweg meegenomen. Helemaal goed. Dat is van onze belasting. Ja. Maar wij spelen graag toerist op de laatste dag hier of met terugweg, zeg maar. Of twee laatste dagen maar. Dus we waren iets aan het kijken om te gaan doen. En hier hebben we de grotten van Han in België. Dat is Han Solo. Han Solo, ja. Maar daar gaan we even kijken. We hebben toch lekker een dagje nu. We zijn lekker vroeg naar huis gegaan, dus kunnen we lekker even als afsluiting zoiets doen. Dus de grotten van Han is hier al een kilometer of 2-3 nog rijden. En we gaan het even lekker bekijken daar. Tot dadelijk weer. Zo, we moeten even een kwartiertje wachten voordat de tour begint. Het is wel grappig gezegd dat hier dat riviertje zo uit de grot komt. Nou, denken we niet dat hier karpen zit, maar wel forelletjes. Ook leuk om te zien even. Moet toch wachten in de bloedhitte. Ik heb wel mijn truitje mee, want in de grotten zelf is het 8-9 graden ongeveer. Dus. Nou ben ik lijk bijna zo'n tourguide nu, hè? Ja. Ja, ja. Ik kan gewoon alles vertellen over een grot, joh. Ik ga alles vertellen. Alleen dat dingetje nog een mens dat je aanloopt. Dat vlaggetje of zo. Gaat leuk worden. Gewoon lekker toeristje spelen. Hoort ook bij een vakantie, hè, mensen? Ze hebben door kalk en regenwater gevormd. Het regenwater sijpelt door de scheuren in de berg boven ons. Dat lost het kalk op. Hier, in de grotten.
temperatuur is constant, vrij constant. Je hoeft meer 9 graden. Zie maar aan. Iedereen wil toch een foto maken of wat? Zo. Hoe voelt het om toerist te spelen? Ik voel me genaaid. Er was mij verteld dat er snoep was. Dat wat? Dat er snoep was. Dat snoep was. Dat is op het einde. Dat is bij de uitgang, dan krijg je snoep. Dat waren de grotten van Andmensen, dat was nog eens mooi. We lijken net echt toeristen. Echt toeristen. Nou is er verderop een steen van het historisch museum. Gaan we ook even kijken nu we er toch zijn. Nou, we spelen goed toeristisch ook. Dus tot dadelijk weer daar. Vishaken. Ik weet niet waar ze de her daarop bevestigd hebben. Zouden ze daar karpers mee hebben gevangen? Zou zo maar kunnen. Ja, toerist in een museum. Is toch leuk? We gaan weer verder. Aangekomen bij je. Ja, ik heb je al. Bij een grot die ik een paar jaar geleden zelf gevonden heb. Dus die zal wel door 80.000 andere mensen ook gevonden zijn natuurlijk, maar... Toen heb ik kristalsteen erin gevonden. En die wil Mano nu ook vinden, dus we gaan weer even kijken of dat we dat nog een keer kunnen vinden. Het is een kleine klim. En aangezien mijn lichaam is niet gemaakt om te klimmen, maar... Het gaat wat worden. Zo. Ik ben in ieder geval boven. Ik raad het alleen niemand aan als je dit hier ooit ziet. Mano staat beneden. Maar het is best gevaarlijk, want het is best glad. Mano zit ook te kutten, die stenen zijn echt glad. Hopelijk gaat het goed bij Mano, want dan dadelijk ook nog naar beneden. Eigen grond bekijken, dat is toch een maf. Ja. Is dat een slakje of zo? We zijn nu bij het einde van de grot. We zijn echt cavemen nu. Ja. Mooie stukken. Dit is de Gimmick. Ja, mooie stukjes. Ja. We gaan even wat filmen hier hoe het eruit ziet. Einde van de grot, mooi hoor. Dat is het einde van de grot. Hier de stenen en daarboven en hierboven. Ik heb dus een beetje bergkristal, of ik weet niet hoe ze het precies noemen, kalkskristal, of weet ik het. Hier daar zie je het glimmen. Oh, hier ja. Heel gek spinnen. Zo, ik ken niet goed zoiets. Maar zo van brust. Kijk. Daarnaast zie je het allemaal glimmen. Dat is allemaal bergkristal. En daar wilden we stukjes van. Dus die hebben we nu. Er is weinig zuurstof hier. Dus je kunt niet al te lang hier te blijven. Denk ik. Hoe gaat het bij jou? Ja, kom, we gaan terug. Zo. Uitgang van de grot. En wat deed je best diepte, hè? Waar we nog naar beneden moeten. Ja. We zijn helemaal buiten adem. En dat komt dit keer niet omdat ik gewoon geen conditie heb. Oh, ik toch die tyfus moe. Dit keer komt het gewoon omdat hoe dieper je de grot in gaat, hoe minder zuurstof je hebt. Dus je moet even, je kan niet te lang blijven.
Nu snel weer terug om even op aan te komen. Het is wel grappig. Er zijn twee kanten hier ook. Dus we gaan even die andere kant gaan we ook even bekijken. Dat is de ene kant waar we nu in geweest zijn. Daar heb je de meeste kristallen als je hier komt en je wilt ook vinden. Dit is de andere kant, maar nu is er één. Ik ga er ook even kijken. Er komen hier wel meer mensen zo te zien. Feestjes hier. Zo ben je helemaal achterin al. Jezus, kom maar. Misschien vinden we nog een vleermuis of zo. Maf joh. Deze grot die gaat wel wat dieper. Dat wordt wel klein, hè? Fucking mat. De grot gaat nog verder, maar we hebben echt weinig zuurstof hier, merken we. Dus we gaan niet. Ik denk dat die gezond is om verder te gaan. Maar het was wel grappig. Gekke spinnen, gekke slangen, je vindt van alles hier. Wat wel leuk. Helemaal kick. Zo. En we zijn weer buiten. Heeft niks met vissen te maken dit, maar het is wel grappig om met de terugweg toch te doen, toch? Vissen is ook een avontuur. En zeker onze roadtrips. Ja. We zien het echt als vakantie. Niet alleen vissen, maar het is wel leuk. We gaan kijken hoe we hier naar beneden kunnen glijden, denk ik. Want het is best gevaarlijk, denk ik. Ja, dat snap ik. Kijk hoe fucking diep het is. Ik heb ook gewoon een open gehad aan de kristalsteen. Ja. Lekker hoor, oorlogswond. Oh, ziektewet. Kijk hoe we beneden gaan komen. Glijend. Nee, ik heb die opstaan. Zo. We zijn even lekker bij de lessen. La lessen, weet ik hoe die heet. Ja, wij komen vaak in dit gebied. Mano is een gevonden kristalsteen aan het wassen alsof dat hij een goudzoeker is. Ja. Ja. Thijs even de rest van de stukjes eraf geslaan. Dat zijn toch mooie stukjes eigenlijk. Als je ervan houdt. Maar ik vind het mooi. Het blijft hier ook mooi. Heel veel mensen komen hier over gekajakt. En vaak proberen wij hier ergens te stoppen als tussenweg als we in Frankrijk zijn geweest of zo, om even wat te eten of wat dan ook. Het ligt allemaal bij Dinant. In België, voor als mensen het nog willen weten. Heerlijk. Zo, we hebben besloten dat we niet gaan eten in die land. Normaal doen we dat wel, maar het wordt al wat later. Dus we gaan naar huis rijden. Het is een uurtje of drie vanaf hier vandaan. Onderweg gaan we even kijken of we wat eten kunnen scoren. En dan zijn we weer bijna thuis, jongens. Dan is de vakantie van ons voorbij. En dan is het weer op naar de volgende films. Dus even een stukje rijden. We hebben hoeveel runs? 54 runs of zoiets. Dan gaan we eens even nakijken. Maar komt goed. Ja, dat is best rot. In België heb je aardig wat vaak files, zeker rond deze tijd. En Mano moet wel eens roken. Gaat wel goed. Dus die gaat er zo roken, want in de auto mag niet gerookt worden. Ja, je moet wat hé. File rijden. Zo, we zijn lekker op weg jongens. We zijn echt aan het trappen. Dus als het goed is moeten we over een half uur thuis zijn ongeveer. Maar Mano moest weer eens pissen. Lukt het jongen? Ook weer roken? Tyfus voor jongen. Tyfus, tyfus voor jou gek. Ik zit de hele tijd te trappen. Ga jij even mijn tijd verziek hier? Ja. Jezus. Ik heb ook niks aan jou. Nul. Heel deze vakantie heb ik nul aan jou. Niks. Koud. Ik had nog meer aan jou toen ik dat blaadje van jou had opgehangen. Zo mensen, we zijn weer thuis. Het is zelfs nog licht. We hebben flink doorgetrapt. De Mano heb ik al thuis gebracht. Morgen gaan we de spullen een beetje opruimen. Daar heb ik nu echt geen zin meer in. Dus de bus zit nog volgestampt. Zo te zien. Ik weet niet wie ik heb gezien. Maar ik heb het hele muggenkerkhof van Frankrijk en België zit voorop. Dus ik morgen ook even de bus wassen en alles. Dat gaan we allemaal morgen doen. Ik ben blij dat ik thuis ben. We hebben echt een toffe trip nu gehad. De laatste paar dagen niks gevangen. Maar ja, daar zien jullie, of hebben jullie ook van de aflevering van gezien. Want wij we gaan niet groot doen dat we altijd vis vangen. Wij durven gewoon te vertellen als we gebrengd hebben en dat durven we ook gewoon te laten zien. Dus de laatste aflevering heb je weinig vis gezien. Uiteindelijk hebben we wel, we zijn twee weken weg geweest, 16 dagen zijn we weg geweest. We hebben net berekend, we hebben 3300 kilometer bij elkaar gereden. We hebben, even kijken hoor, 1, 2, een stuk of 7 of 8 verschillende wateren bevist.
Ja, zoiets. En we hebben bij elkaar, ik geloof 53 of 54 runs gehad. Alles bij elkaar. Dus we hebben best wel een lekker tripje gehad. Niet de echte bakjes uit gekomen, dus op het einde kwam het dit keer niet goed bij ons. Maar wel qua gezelligheid en we zijn nog lekker de grotten van Han en alles heen geweest. Dus de trip is voor ons perfect geslaagd. Ik wil jullie zeggen, bedankt voor het kijken naar deze hele serie als zwervers in Frankrijk. Ik ga het nu alles editen. We hebben geloof ik 4 kaarten vol met beeldmateriaal plus nog telefoons en de drone. Dus ik ben nog wel even bezig, maar ja, eer dat jullie dit zien zijn we al een week of 20 verder dus. Ik ga naar binnen, ik ga genieten van mijn eigen wc en van mijn eigen douche nu even. Ik ga gezellig naar mijn gezin, die heb ik ook aardig gemist, want ja, de kleine en de vrouw hebben ook gemist natuurlijk 16 dagen. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende films weer. Ik vergat wel even te vertellen jongens, deze bus, dat die het gehaald heeft jongens, dat is toch goud. Rechtsachter hebben we een lekker band. Voordat we hier al wegreden, dus die moesten we telkens al oppompen. De koppeling, daar zit een of andere, dat gaat met olie en weet ik veel wat. En de pomp in de schakelbak, wat ik eruit begrijp, die is gewoon kapot, finaal. Dus ik moest door de koppeling heen trappen, continu wilde ik gaan schakelen. Gloeipluggen, die deden het niet. Tenminste, eentje deed het niet goed. We hebben een ernstige olielekkage. En de remmen, ja, laten we het daar maar niet over beginnen. Zeker in de bergen, de remmen was bijna niks. Dus jullie kunnen wel, jullie hebben denk ik wel door, jullie zien het ook. Even kijken hoor. De bus staat gewoon scheef zelfs. Dus jullie kunnen wel begrijpen dat ik het wel echt kick vind dat het me gelukt is met deze bus om thuis te komen. Verder jongens, bedankt voor het kijken. Tot volgende.